Goedemorgen allemaal, welkom weer in deze nieuwe weekvlog. Mijn naam is Luan Bellinga en super tof dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Ik ben nu hier in Bali aangekomen, want eerst verbleef ik in Kuala Lumpur en in de jungle in Maleisië. Dat kon je zien in de vorige weekvlogs, maar nu zijn we in Bali aangekomen. En Bali is een eiland in Indonesië, wat de meesten wel weten. En we zijn hier bij ons Airbnb-huis aangekomen. Ik sta hier nu zo in onze voortuin. Kijk, via dat hek ga je eruit. Maar dit is onze voortuin. En hier... Ja, kijk, dat is echt de ingang. Maar die zit op slot. Wij gaan door dit deurtje. Dan maak ik hem open. Zo. Het is dus ons Airbnb-verblijf. Kijk, Lucius zit daar. Goedemorgen, Lucius. Goedemorgen. Dat was heel schattig. Alles is dus apart. Kijk, goedemorgen, Lucilla. Goedemorgen. Kijk, hier is onze woonkamer. En ja, kijk. Als ik deze deur openmaak. Hoppatee. Kan deze open. En hier zijn allemaal visjes. En als ik dan hier zo naar de overkant loop. Hier kom ik dan bij die poort uit wat jullie net zagen. Die wel eens op slot zit. Want het is best wel veel moeite om letterlijk door twee deuren te lopen. Terwijl aan deze kant kun je hem niet op slot doen. Dus ja, dat is een beetje onhandig. Vandaar dat we door dat andere deur gaan. Maar het is wel een hele leuke ingang met alle visjes. Goedemorgen, mama. Goedemorgen. Ja, in de week vroeg van mij. Kijk, Lucius die zit hier al aan de eettafel. Maar dit is dus onze eetplek. En daar liep ik dan net eens uit de deur. Hier zouden dan alle schoonmaakspullen zijn. Van de mensen die... Waarvan het hier ook echt is. En dan loop ik hier weer door een deur. En hier is ook een eetplek. En hier heb je dan dus een waterdispenser, een magnetron. Hier kun je afwassen en alles. Een kraan. Hier heb je kookplaat. Hier hebben we al onze spullen staan. Servies. Koelkast. En een vriezer. We moeten dus ook nog boodschappen doen. Want het is natuurlijk een Airbnb gebeuren. Dus dan zit er geen boodschap bij. Dus dat moeten we nog even doen vandaag. Hier, dit is het zwembad. En we waren natuurlijk hier gisteravond aangekomen. En het was toen prachtig met alle lichtjes. Dus ik laat nu even een foto zien van gisteravond. Komen we hier. Kijk, hier kun je lekker chillen. Goedemorgen, papa. Goedemorgen. Ja. In ons Bali-paradijsje. Dat kan ik beter zeggen. Goedemorgen, Luxie. Goedemorgen. Kijk, hier. Ik laat even zo zien. Hier liepen we dan dus doorheen, door deze deur. Doe ik deze even dicht voor alle beestjes. Zo, en voor de airco en de muggen die 's ochtends en 's avonds hier zijn. Maar kijk, dit is een slaapkamer waar de anderen slapen. Met ook een super toffe... badkamer, kijk. Want de badkamer is namelijk buiten. Dus vandaar dat hier ook een slot op zit met de sleutel. Omdat dit weer buiten is. Kijk, dit is buiten. En dit is dan weer een andere kamer. En hier slaap ik. Kijk, hier. Hier kijk ik zo naar buiten. Naar de tuin. Maar kijk, hè, hier nachtkastje. Mijn bed met een klamboe uiteraard voor de muggen. Ik heb hier mijn kleren. Hier heb ik mijn backpack die ik al helemaal heb uitgepakt. Dan loop ik door naar mijn badkamer. En kijk. Hallo. Maar hier, dit is dus de regendouche. En dit is ook buiten. Kijk maar, dit is allemaal open. Loop hier naar buiten. En dan hebben we nog een soort van slaapkamerhuis. En dat is ook wel een heel mooi. Dat is eigenlijk gewoon ook een beetje een extra verblijf. En zo. Kijk, hier is trouwens het terras. En je ziet daar ook een katje lopen. Dit katje, dat kan een buurkatje van hier zijn. Die heeft ook een halsriempje om. Gewoon veilige kat en alles. Die, ja, die is hier ergens van de buren. Slaapkamer. Apparatuur en alles en opladers. Hier ook een extra bed. Ook een badkamer. Kijk, hier is de douche. Kijk, papa die heeft zijn zwembroek daar opgehangen.
zodat hij kan drogen. Want wij maken altijd onze kleren en zwembroek altijd schoon onder de douche. Omdat we natuurlijk ook niet echt een wasmachine hebben. En dat was dan ook een beetje, hè? Ons paradijsje hier op Bali. Pap gaat even dronen. Daar zit het lieve buurkatje. Miauw, 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 miauw. Miauw, 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 miauw. Oh, ja, sorry. Jullie snappen denk ik wel wat ik bedoel. Met die zielige kattenfilmpjes online. Nu hebben jullie ook een beetje een overviewtje van waar we dus nu zitten in Bali. En dit is dus ons eerste Airbnb-huis. En ja, kijk, weer gezellig met mij mee in deze nieuwe weekvlog. We lopen hier nu zo op dit leuke, smalle weggetje met al die scooters hier zo aan de zijkant. Want we liepen van ons huis naar het strand toe. Om bij het strand even lekker te... Ja, ontbijten is niet meer. Een beetje brunchen. Om even lekker te brunchen. En ook even wat boodschappen te doen. Want we hadden ook geen eten in huis. Dus daar gaan we nu naartoe. Wauw. Dit ziet er wel heel mooi uit. Nou, op zoek naar een leuk restaurantje. En een supermarkt. Kijk. Oh, hier allemaal leuke souvenirtjes. Hier wat typisch Bali is. Wauw, mama. Kijk, dit ziet er wel heel mooi uit. Wat leuk. Zo, wij hebben hier een mooi plekje gevonden in het leuke restaurantje aan het strand. Ik heb een lekkere pizza en allemaal lekkere verse gudrans. En wat ook wel heel grappig is om te weten, is dat je hier echt met heel ander geld betaalt. Wat misschien wel logisch is. Alleen weet jij, dan moeten jullie eens raden hoeveel mijn pizza kostte. Ik ga het echt nooit raden. En dat is gewoon echt zo'n grote pizza. Zo'n grote pizza margherita. Nou, ik ga het je zeggen. Hier in dit geld hier is hij 45.000. 45.000. En dan Indonesische nog wat dus. Maar weet je dan hoeveel 45.000 is? 3 euro. Dat is toch bizar? Om precies te zijn was dat 2,95 euro. Maar dat je al voor 3 euro gewoon al een pizza hebt. Nou, dat heb je in Nederland niet hoor. In Nederland betaal je daar wel 6 tot 10 euro voor één zo'n pizza. Jeetje mine, maar ook dat die verschillen zo groot zijn. Want hier in dit geld was mijn pizza dus 45.000. Dat zou je in Nederland ervan schrikken. Maar als je het dan omrekent naar euro's, is het opeens 3 euro. Dus echt, het is hier wel heel goedkoop in Bali. Dat wel. En het uitzicht is hier ook wel heel mooi. Want het is wel jammer dat er af en toe van die smoeselige plekjes hier zo zijn. Maar dat is dan ook wel weer een beetje typisch Bali. Dus dat hoort er ook wel een beetje bij. Kijk, die bootjes zijn wel heel leuk. Kijk. Hey mama, ik wou net vertellen aan de vlog dat het hier super goedkoop is. Ja, dat mijn pizza hier 45.000 euro was. Niet euro, maar 45.000 Indonesische nog wat dus. Laat even weten in de reacties. Gaan we even vragen. Zijn die pas net, jongens? Ja. Even uitvinden allemaal. Maar toen ging ik het omrekenen naar euro's en toen was het gewoon 2,95 euro. Kijk. Met dit uitzicht. Ja, prachtig. Kijk, onze verse chudorantie is er. Ons eten komt er zo aan. Kijk jongens, onze pizza is aangekomen. Jouw pizza. Mijn pizza is aangekomen. Ja, kijk. Wat heb jij, Sil? Kip en friet. Kip en friet, gewoon lekker Hollands. Ja. Maar dat ziet er wel lekker uit. Heb jij ook lekker kipje? Ook kip. Oh, lekker. Ook kipjes en friet. Nou, eet smakelijk. Jongens, kijk, ik zie hier gewoon van die kreeft liggen. En hier... Nee, zal dit inktvis, slingers, ja, je weet wel, die tentakels zijn? Oké, jongens, laat het weten in de reacties. Ik ben heel benieuwd. Maar kijk, dit staat hier zo met bakken vol in de supermarkt. Hé, hey, pap, hey, kiek dan. 30 eieren voor 3 euro. Zo, dat is goedkoop. Goedemorgen, jongens. Het is weer een nieuwe dag. En we zijn op een hele leuke excursie, want we gaan met dit leuke... bootje, kijk, met glas erin, gaan we naar een leuk schildpadden-eilandje toe. En er zijn er allemaal wilde schildpadjes. Kijk, daar was het land. En ja, kijk, zo kun je ook zo helemaal naar beneden kijken. En misschien zie je straks ook wat wel, hè? Visjes. Oh, ja, visjes. Dat is wel heel grappig. Kijk, jongens, je kunt met brood de visjes hier voeren. Kijk dan. Wauw.
echt mooi hoor. Kijk dan. Echt veel joh. Kijk jongens, we zijn nu bij het schildpaddenverblijf, maar ze hebben dus niet alleen schildpadden. Ze hebben ook allemaal andere soorten dieren die je kunt adopteren. En je kunt hier ook een vismassage laten doen. Kijk! Nou, we zijn hier nu zo lekker in het water, maar ook echt, het water is warm, joh. Het is gewoon letterlijk net zo warm als een jacuzzi, ik meen het echt. Het is wel een beetje onhelder, het water is hier wel een beetje vuil. Maar het is wel echt heel warm. Het zal wel door de zon komen, joh. Zo, we zijn nu bij de, nou ja, soort van haven aangekomen. Kijk, hier komen alle boten langs die naar het eiland toe gaan. Dat zijn alle mensen die op de boot stappen. Maar wij zijn hier bij een soort van plekje, want onze taxichauffeur die gaat met ons mee. En die is natuurlijk van hier, dus die heeft weer een heel iets waardoor we gelukkig niet in die rij hoeven te staan. Want er is vandaag namelijk een ceremonie. En dan zijn er veel boten. Die zijn dan gesloten omdat er vandaag een ceremonie is. Dus vandaar dat het best wel druk is. Want er zijn maar een paar boten die nog open zijn tijdens de ceremonie. Dus vandaar dat het vandaag heel druk is. Maar onze taxichauffeur die helpt ons. Omdat hij hier vandaan komt. Waardoor hij niet in die rij te hoeven staan. En neemt hij ons mee. Dus dat is wel heel fijn. We moeten wel even wachten. Want onze boot die komt over ongeveer 3 kwartier. Maar ja, kijk, dit is ons uitzicht. We wachten even daar. Maar kijk, hier is dan weer zo'n heel mooi herdenkings iets. Waar ze al die wierook aansteken. Zo, en we zitten in de boot. Gewoon letterlijk op het dak met de driver. Maar kijk, wauw. Nou, en dan gaan we zo hier aanmeren. Nou, daar gaan we. Met het leuke autootje. Oh, wauw. Oh. Kijk dan, hoe leuk. Nou, op naar ons huis. Wat leuk. Kijk, daar is de voordeur. En dan loop je hier zo naar, ja, naar ons huis toe. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als ons vorige huis. Want dit is ook allemaal apart. Kijk, hier hebben we het lekkere zwembad. En hier kun je lekker liggen. Daar ook. Daar kun je lekker zitten. Want dat is een soort van woonkamertje. Daar hebben we de keuken. En eten we. Dit zijn slaapkamers. Daar slaapt de andere. En ik slaap in deze slaapkamer met Lucilla. Lucilla zit even haar haren te doen. Dit is onze badkamer. Zo, ook gewoon een leuk badkamertje. Wel heel, heel leuk sfeertje zo. En wat ook grappig is, dit is dus ook weer zo'n open stuk. Maar volgens mij zijn wel alle badkamers op Bali en Indonesië, of de meeste, is wel met open lucht. Dat is wel heel grappig. Ik weet niet waarom. Zoals je ziet, zit ons huisje dus ook aan het strand. Wel grappig te weten is dat het nu ebb is. En dat betekent dat het water laag staat. Kijk, ik loop nu even zo tussen al die kiezeltjes door naar het strand. Kijk, daar ook een superleuke schommel. En ja, zoals je ziet staat het nu helemaal droog. Kijk, dat bootje staat nu ook op de grond. Maar kijk, oh, au, 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 au. Maar kijk, dit staat helemaal droog. Kijk, vanaf daar is de zee er weer. Maar dit hele stuk staat gewoon helemaal droog. En wat ook wel leuk is om te weten,
gisteren, nou ja, eigenlijk deze nacht, werd ik wakker. En Cille ook, door de golven. Omdat we super hard die golven hoorden. En wat toen grappig was, we kwamen hier aan en toen zagen we ook elke keer wat schitteren in het water en op het zand. En we dachten van, hé, is het misschien eerst vuurvliegjes? Maar dat was het niet. Het was gewoon zand wat licht gaf. Een soort van glow in the dark zand was het. En dan een paar korreltjes in het zand, dat gaf dan gewoon licht. Echt van dat groene glow in the dark licht. En dat kan dus misschien te maken hebben met de maan. Met de maanstralingen die dan op onze aarde gaat. Want het, ja, toen ik ging slapen, toen was het ook al donker, maar de maan was er nog niet. En toen zag je dat dus niet. En wat ook leuk is, toen het deze nacht was, stond het water echt zwaar tot en met hier. Eigenlijk tot en met de schommel stond het water er. En nu staat dit allemaal droog. Dus in de nacht is het altijd vloed, hè, want dan 's avonds wordt het vloed. En dan 's ochtends wordt het weer eb. Dus dat is ook wel grappig. Want het is niet zo dat je nu lekker kan zwemmen. Alleen 's avonds en 's nachts. En vroeg in de ochtend kun je zwemmen. Maar ja, het ziet er wel grappig uit. Kijk. Want er zitten dus ook allemaal van die gaatjes in het zand. En daar kunnen dus allemaal beestjes in leven. Wat ook leuk is, is dat we ook wat zeesterren hebben gezien. Dat is ook wel super cool. Kijk, er staat ook van respect or privacy. Dus hè, daar is ook rekening mee gehouden. Want het kan wel zo zijn dat de mensen langslopen. Alleen dat is niet zo heel vaak. Dus het valt hartstikke mee. Het water is ook super lekker. En ja, dit is dan je uitzicht. Ik laat ook nu wel even een foto zien van hoe het heelal en de maan er 's nachts uitzag. Dat laat ik even nu zien. Kijk, dat was echt prachtig. En ook, ik wist niet of je het misschien al wist, maar voor de mensen die een iPhone hebben en die ongeveer een iPhone 13, 14, 15 of 16 hebben, is er ook een tip waardoor je ook mooie foto's kan maken van de maan en het heelal. Want als je bijvoorbeeld gewoon een foto wilt maken via je fotostand, zijn ze nooit altijd zo helemaal mooi. Dus wat je doet, je zet je nachtmodus aan en gaat naar portret toe. Als je naar portret gaat, maakt niet uit of het naturel is, of studiolicht, of contrastlicht, dat maakt allemaal niet uit. Als je gewoon naar portret gaat en dan nachtmodus aanzet, dan heb je zulke mooie foto's van het heelal wat je dus net zag. En ja, dat was dus echt heel mooi. Het zag er gewoon nog mooier op de foto uit dan in het echt. Het is weer de volgende dag en het is tijd om lekker te gaan duiken. Hier is het verhaal. Zo te horen klinkt het niet al te goed. Maar ja, let's go. Here we go. Op naar Snorkeland. Het is weer een nieuwe dag en we waren ook weer bij onze volgende bestemming. Ik heb ons nieuwe huis nog niet laten zien. We hebben nu een leuk dagje uit, want we gaan naar allemaal stranden toe. En nu zijn we bij de Yellow Bridge. Kijk, daar waren we net overheen. Daar gaan we straks weer over terug. Dan film ik wel even. Maar ja, dat is dus een brug. Dat is de enige brug die gekoppeld is aan dit eiland waar we nu staan. En wat nou zo grappig is, is dat je met die brug alleen maar met de scooter of lopend overheen kan. Dus je kan er niet met de auto naar dit eiland toe. Het is een heel klein eilandje. En kijk, al die scooters, die gaan er allemaal vanaf. En we lopen nu hier weer zo terug over de gele brug. Je moet wel goed oppassen. Kijk, en we lopen nu weer terug. Oh, kijk dan. Zag je dat, mama? Twee van die flessen op die... Nou, kijk dan. Hier, zijkanten. Oh, hallo. Ja, hoi, die is echt... Die weet alles hier op Bali. Die gaat ook eigenlijk altijd al wel mee
als we uitstapjes gaan doen hier op Bali. En die helpt ons ook. Dus echt super fijn. Maar we lopen hier dus nu weer zo terug. Kijk dan zelfs ook gaan. Wat? Oh, kijk. Daar gaan ze, hè? Moet je zien, oh, met zo'n surfplank. Kijk. Papa die zit nu te dronen. En we zijn dus nu bij een soort van, ja, het is een klif. En het heet de Devil Tears. I don't know waarom het zo heet. Dit is dus het uitzicht. En je ziet hier ook echt allemaal toeristen. Dit is dan ook een beetje social media versus real. Maar kijk, er komen elke keer hele grote golven. En die slaan dan helemaal binnen. Waardoor er allemaal, waardoor het helemaal weer terug weer kaatst. En ja, dat bestaat dan uit, hoe zeg je dat? Kijk, nu bijvoorbeeld. Dat bestaat dan uit gewoon stoom. Nee, ook geen stoom. Nee, ja, ik weet niet hoe het heet. Maar jullie snappen wel wat ik bedoel. Maar kijk, het is wel heel mooi om hier mooie foto's te maken. Kijk, oeh, dat was een grote. Maar ook het uitzicht hier. Kijk, en we zijn nu bij een heel ander punt, maar dit is ook wel echt heel mooi. Wauw, en dit ziet er ook wel heel mooi uit. Kijk, hier liepen we zo net. Kijk ook even naar die golven. Het lijkt me niet handig om daar met kinderen lekker naar het strand te gaan. Want kijk, oh, dat zijn grote golven. Check dan. Wow, yo. Ik heb nog nooit zo'n strand gezien met zulke hoge golven. Nee, het lijkt me niet handig om daar lekker te gaan zwemmen. Zo, we zijn nu onderweg naar onze volgende locatie. En dat heet Dream Beach. Dus ja, daar gaan we nu naartoe. Ik ben benieuwd wat er allemaal te zien is. We hebben lekker een ijsje. Ja, kijk, trouwens, nu je het ziet, heb ik een blaar. En die is open gegaan. Dus vandaar, dat moet even helen. Maar het doet gelukkig geen pijn meer. Maar we zijn lekker van ons ijsje aan het genieten. Ik heb een cookie and cream gelato. Er zat net ook een Oreo op, maar die heb ik al opgesnoepeld. Maar check dit uitzicht. Kijk, en dit is dus de Dream Beach. En dat zit je precies hiernaast bij de Devil Tears. En dan kun je hier zo met de trap naar beneden, bij het strand. Alleen wat wel jammer is, is dat er hele hoge golven zijn. Ja, als je een surfer bent is dat niet zo erg, maar om hier helemaal te gaan inzwemmen, moet je wel goed oppassen. Maar het ziet er vanaf hier wel heel mooi uit. Zo, wij zitten nu lekker aan ons eten te eten. Nee, bijna niks. Was het een nice burger? Ja? Yeah? Ah, fijn. Ik heb een margarita. Deze is ook echt heel lekker. Het is wel net een wat soort andere pizza, maar hij is wel echt heel lekker. Hij is zo zacht. Kijk. Oeh, lekker. Nou, mijn smoothie heb ik ook op. Ja, yeah, thank you. Smoothie heb ik ook al op. Ik had een strawberry smoothie. Was super lekker. En nu eet ik nog even lekker mijn pizza op. Kijk dit uitzicht. Zo, het is weer de volgende dag. En we zijn deze keer weer bij het strand. Ons favoriete plekje. Ja, het is wel de eerste keer dat we bij dit strand zijn. Maar het strand is gewoon ons favoriete plekje waar we lekker kunnen zwemmen, ijs kunnen eten. Kijk hier, dit is het strand. Het is best wel een klein strandje, hè Sil? Kijk, hier hebben we net gegeten. Hallo Alexie. We hebben net ook lekker in de zee gezwommen. Dus dat is ook heel lekker. Met een ijsje gegeten. En nu gaan we weer verder het eiland verkennen. Met Roy, die staat daar te wachten op ons. En dan gaan we weer verder het eiland bezoeken. Oh, kijk die hond daar liggen. Dat zijn volgens mij zwerfhonden. Dag gaan ze naar de villa's toe. Ah. Hij geeft ze hebben dus wel baasjes. Nee, het zijn zwerfhonden. Alleen hij geeft ze eten drinken. Nee, die man hier die geeft ze eten Maar hoe bedoel je met villa's? Daarachter zijn villa's en die man zegt in de ochtend komen de honden hier. Ja. En in het eind van de middag gaan ze naar die villa's om daar eten te zoeken. Zo, we zijn weer bij hetzelfde restaurantje als gisteren, want dit blijft echt wel ons favoriete restaurantje. Ik voel me vandaag ook niet echt helemaal poppie. Gisteren gingen we bij ons huis lekker avondeten, kipsaté. En daar zat toen ook satésaus bij. Maar die satésaus wordt hier anders gemaakt. Het lichaam is er niet aan gewend, omdat er andere bacteriën in zitten. Dus vannacht overgeven en echt misselijk, joh. Daarom heb ik nu ook even een lekker gezond mintwater. Gewoon lekker veel fruit en lekker koud drinken. Dan komt het vast wel goed. Ik heb lekker mijn eten gekregen. Een lekker fruitsalade. Jullie hebben pizza. Lekker eten. Ik ben helemaal vergeten om het huis te laten zien. Dus dat ga ik even doen. Kijk.
dit is de slaapkamer van mij en Lucilla. En dit is onze badkamer. Daar is de wc. En kijk, dan ben ik hier. Kijk, Lucilla is daar lekker aan het zwemmen. Hallo! Hier ook nog een heel tuinstukje. Hier kun je lekker chillen in de hangmat. Hier kun je ook nog lekker zonnen. Want dit is dus de keuken. En wat ook heel fijn is, is dat we ook service hebben. Dus dan maken ze hier ook altijd ons ontbijt en avondeten. Kijk, dus ook allemaal een stukje van de tuin. Ze hebben daar ook zelfs massagebedden. Dan kun je ook een massage boeken. En hier is eigenlijk precies dezelfde slaapkamer. Ja, dat ziet er gewoon precies hetzelfde uit als onze. En dan ga ik hier naar boven. Dan is hier nog een slaapkamer. En dit is dan nog een soort van balkon. Ik zat net hier ook lekker mijn weekvlog te editen. En ja, dit is dan je uitzicht. Daar zijn ze aan het bouwen, daar moet je niet op letten. Maar dit is al heel mooi. Nou, de anderen die hoor je beneden allemaal in het zwembad spelen. Maar wat ook zo is, is dat dit onze laatste dag is in dit huis. Want morgen gaan we alweer door. We hebben hier volgens mij 3 nachten geslapen. Net zo lang als in ons vorige strandhuisje. Maar dan gaan we dus weer door. En dan gaan we weer naar het eiland van Bali zelf. En als je daar die bergen ziet. Er waren ook precies diezelfde bergen toen we daar zo aan het strand ergens zaten. Maar dat zijn dus de bergen van Bali. En dan zou je denken van, hè? Maar Luan, je bent toch op Bali? Ja, dat klopt. Alleen dit is een eiland van Bali. Kijk, Indonesië, hè, dat is een land. En Bali is een eiland van Indonesië. Maar Bali heeft zelf ook nog kleine eilandjes. En dit eiland heet dus Lembogang. Maar dat heb ik heb jullie al laten zien hoe je dat spelt. Want ik kan het echt niet uitspreken, echt niet. Maar dan gaan we morgen dus weer terug naar Bali, het eiland zelf. En je zou misschien ook wel denken van, hè Luan, hoe heb je nu opeens midden op de dag sieraden om? Nou, dat kan kloppen, want we waren ook bij een souvenirwinkeltje langs gegaan. Heb ik helaas niet gefilmd, was vergeten. Maar daar heb ik ook een leuk outfitje uitgekozen. En de andere ook. Die hebben 2 outfitjes. Ik heb 1 outfitje. Maar ik ben wel degene die deze 2 kettingen ook heb gekocht. Dit is een schelpenketting. En dit is een soort van ja, haaientandketting. Maar het is wel neppe. Maar hij ziet er wel heel vet uit. Dus ja. Zo, maar het is alweer het einde van deze weekvlog. Ik hoop dat jullie het ook een beetje leuk vonden om ook een beetje met mij mee te kijken op Bali zelf. Maar ook hè, op het eiland van Bali hier. En dan ga ik jullie snel weer zien in mijn volgende weekvlog naar onze volgende bestemmingen. Vond je het nou weer een leuke weekvlog? Doe zeker even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. Klik ook gelijk even op het belletje. Superhandig. En dan zie ik je weer in de volgende weekvlog. Doei! Misschien een beetje gek.